Een delegatie onder leiding van minister Edgar Dikan van regionale ontwikkeling zal op uitnodiging van de Ghanese Ashanti-koning Otumfu Osei Tutu II een 10-daagse bezoek brengen aan Ghana. De missie, bestaande uit onder meer Gramans, vertrekt morgen. Directeur Wensley Misijan van het RO-directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers, DOAS, zegt dat het een belofte van de Ashanti-koning was om de Gramans uit te nodigen voor de viering van zijn 20-jarig jubileum als koning van de Ashanti. Het is na meer dan 40 jaar dat dignitarissen een bezoek brengen aan Ghana, zegt Misijan. Dat was in de jaren 70, waren alle gramans van de, zeg maar, tribale geweest naar Ghana. Dus nu pas gaan ze weer voor een formeel bezoek. De delegatie bestaat uit 25 personen, zeg maar 15 dignitarissen van elke stam, 5 personen. En het ministerie van regionale ontwikkeling met 5 personen. En we hebben 2 apinti drummers erbij en 2 tolken erbij. Dus in totaal 25 personen. Bij het bezoek aan Ghana wil Suriname vooral de gesprekken die tijdens het bezoek van de Ghanese koning aan ons land zijn gevoerd verder uitdiepen. Het gaat om investeringen in hun gebieden. De koning had toen ook aangegeven dat er belangstelling zijn vanuit Ghana, van investeerders die zouden willen investeren in het binnenland, vooral als het gaat om toerisme. Het gaat om uitwisseling, culturele uitwisseling. Want zoals u weet, de mensen in het binnenland, de tribalen, hun voorouders komen vanuit Afrika en waarschijnlijk ook een aantal vanuit Ghana. Dus er zijn een heleboel gelijkenissen op cultureel gebied. En dat willen ze gaan verdiepen middels gesprekken met de koning en de autoriteiten daar. Tot zover Wensley Misijan, directeur van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers van het ministerie van RO. De delegatie onder leiding van minister Dikan vertrekt morgen naar Ghana en keert op 20 juli terug naar Suriname.